Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkte dag vandaag met prachtige opklaringen. De zon heeft geschenen, maar er trok ook regelmatig stevige buien over ons land. En die buien kwamen eigenlijk vanaf de Noordzee zo het land op en ontwikkelden zich in de loop van de middag ook wel wat meer in het binnenland. Tegelijkertijd zie je dan langs de kust wat bredere opklaringen komen. En die bredere opklaringen winnen wel terrein. De buien van vanmiddag, je ziet ze langzaam naar het zuidoosten trekken. En dan zitten er op de Noordzee nog wel een paar exemplaren. En die die zouden vanavond het noordwesten van het land wel aan kunnen doen. In de rest van het land hebben we waarschijnlijk droog weer. Op de meeste plaatsen zal het in elk geval droog zijn. Met nog wat opklaringen. En een temperatuur die zo rond de 14-15 graden ligt. matige wind uit het noordwesten. Vannacht weinig verandering. Misschien even iets minder wind. Maar tegelijkertijd ook weer een toenemende kans op buien. De temperatuur daalt naar 9 graden in het binnenland. Maar zal in de loop van de nacht wel weer wat gaan oplopen. Buig weer hebben we ook morgenochtend. Er zit onweer bij. En de temperaturen blijven aan de. Magere kant, sterker nog, het schoon rond uit koel: 16 tot 18 graden, matige wind uit het westen tot noordwesten en nog steeds die onweersbuien. Maar in de loop van de middag neemt het aantal buien wel wat af en zul je van het noordwesten uit langzaamaan toch de zon weer wat vaker zien schijnen. Dan gaan we naar de donderdag. Weinig verandering in het weerbeeld. Aanhoudend. Koel met een west tot noordwestenwind. Niet te veel ruimte voor de zon en regelmatig buien. En die buienkans is vrijdag ineens een heel stuk kleiner. Het blijft op veel plaatsen droog. Het wordt 20 tot 23 graden waait nog wel een stevige wind uit het westen. Zaterdag ook nog steeds die westelijke wind, geleidelijk draaiend wat meer naar het noorden. En dat betekent dat er wat wolkenvelden van zee binnen kunnen drijven. En ook dat de temperatuur eventjes iets achter blijft. Maar na het weekende zien we een stijging van temperatuur en komen we. Boven de 25 graden uit, met wat geluk. In elk geval op de woensdag en donderdag. En hoe lang dat, dat dan allemaal aanhoudt, dat is allemaal nog wat onzeker. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl